gaan we naar Almere. Een 26-jarig man is daar na zijn werk opgewacht door twee mannen die met veel geweld hebben beroofd. En ook hier, beelden. Het is de vroege ochtend van dinsdag 3 september... wanneer twee donkergetinte mannen op een scooter aankomen rijden op de straat Dek in de Almeerse wijk Noorderplassen-West. Het lijkt allemaal gepland hoe ze hier hun scooter neerzetten, terwijl een van de mannen steeds op zijn telefoon kijkt. Zouden ze een seintje hebben gekregen dat hun slachtoffer eraan komt? Feit is dat de man net zijn auto gaat parkeren in de buurt van dit winkelcentrum aan het gangboord, als de mannen in beweging komen en vanaf het dek richting zijn parkeerplaats lopen. Wat volgde was heel heftig. Het slachtoffer stapte uit zijn auto, is besprongen door die twee mannen. Die hebben hem eerst geprobeerd te wurgen. Er is op hem ingeslagen, ook getrapt op zijn hoofd. Zijn horloge is losgerukt. Er is ook nog een groot geldbedrag uit zijn zakken gehaald. Hij heeft nog één van de daders kunnen tackelen. Maar toen hoorde het slachtoffer een knal en dreigde die man met een pistool. En toen moest hij ze wel laten gaan. Hier zien we alvast één van de daders terugrennen naar de scooter. Volgens het slachtoffer is het een donkergetinte jonge man tegen de 20 en hij droeg een blauw jack dat onder lichter van kleur was. De andere man die hij tackelde was ook donkergetint en tegen de 20 en droeg ook een blauw jack. Deze man zou een opvallend brede neus en bijzonder grote witte tanden hebben gehad en dreigde dus te schieten. Ik ben heel erg bang nu. Ik vind het ook heel erg vervelend dat dit van mij gestolen is. Ik heb heel erg hard gewerkt voor dit geld. Het horloge vind ik nog het ergst. Deze heb ik gekregen van een naast familielid. Deze heeft hij mij gegeven voor mijn verjaardag en hij heeft hem speciaal laten graveren voor mij. Het horloge dat de mannen roofden was zo'n Rolex Datejust. Het is een uniek exemplaar, want er is de tekst voor het leven achterop gegraveerd. Ziet u dat horloge ergens? Het is met veel geweld gestolen. Er moeten mensen vermoeden wie deze beroving op hun geweten hebben. Jonge mannen die opeens veel geld hadden en een duur horloge. Misschien zegt hun scooter met windscherm u wel iets. Of hebben ze met mensen gepraat over hun plannen. Wat ook helpt als u ze gezien heeft. Tip via 0800 6070 of vertel anoniem iets over ze via 0800 7000.